Leeman in de problemen. Kan Onno dat? Bal bereikte het doel niet en Kalou was te ver weg. Maar de poging was goed. Met het oog van Onno, maar dat is dit hele seizoen al gebleken, is niks mis. Koller. Koller niet alleen in de lucht gevaarlijk. Dat blijkt. Van Hooijdonk, daar geldt hetzelfde voor, maar dit duel verloor hij van Koller. Hier opnieuw. DD. Reuter, overtreding van Thomas van Brieken. Van Nielsen, Durns, Koller. Het heeft er in de openingsfase de schijn van dat Borussia de kat uit de boom kijkt. Van Hooijdonk werd in de rug gesprongen, kwam toch tot kopbal. Hier opnieuw Van Hooijdonk. Kalou. Bijna Bosveld nog, nu Rosicki. En die counters kunnen levensgevaarlijk zijn. Maar in dit geval komt Everton er niet aan. Bosveld. Van Bommeren. Noordum. Everton. Durrens. Feyenoord heeft de laatste linie ver van Zoetebier opgetrokken. DD, er is weinig ruimte voor opbouw. De lange paasstand richting Koller. Amoroso. Koller. Reuter. Amoroso. Rosicki. Rosicki. Maar daar heb je Zoetebier niet mee. 21-jarige Tsjech, deze Thomas Rosicki. Die al na de uitschakeling van Tsjechië voor het WK gesproken heeft. Van de langste zomer die hij zijn hele leven zal meemaken dit jaar. Kalou.
Jan kan er niet bij. DDE verdedigde Amoroso. Reuter. Everton. Voorzitter Rosicki te ver. Vokkelen. Reuter, een van de mensen van Borussia die erbij was toen de ploeg 5 jaar geleden de Champions League won. Van Hooydonk met Kohler. Dede. Kohler. Goed gedaan door Van Wonderen. Bouwen. Raza. Van Persie. Daar is dus ook Eva Nilsson. De bal. Dortmund doet er niets goeds mee. Paas van Kohler komt niet aan. Beide ploegen spelen met doorschuivende centrale verdedigers. En Feyenoord van onderen en Power tegen Kohler en Rosicki. Er is dus weinig ruimte op het veld. Vandaar dat nu voor de tweede achtereenvolgende keer de weg via Zoetermeer wordt gezocht. Hooydonk en Wurms. En dat heeft Van Hooydonk goed gedaan. Een uitgelokte vrije schop. Wurms liep even tegen hem aan. En de scheidsrechter floot. Daar komt het voor Van Hooydonk op neer. Afstand tot het doel is kleine 35 meter. In ieder geval ruim 30. En Borussia is gewaarschuwd voor dit gevaar. Pierre van Hooydonk. En op de paal! Als aan de grond genageld stond Lehmann. Nu gaat de wedstrijd open. De voorzet van Kalou komt niet aan. En Dede duelleert met Kalou, bezorgd bij Reuter. Maar die vrije schop van Van Hooydonk. Bal niet binnengehouden, niet in het spel gehouden door Rosicki. Hier is hij nog eens. Kijk ook naar de doelman. Niet elke vrije schop, zegt Van Hooydonk, continu is een strafschop. Maar langzamerhand ga je afvragen wat dat scheelt. Van Hooydonk. Kalou. Dede is geblesseerd achtergebleven. Hier is Van Hooydonk dankzij Thomasson. Bal weggehaald door Wurms. En dan wordt er afgefloten voor de kwetsuur van Dede. Dede die terug is. Na 3 weken afwezigheid wegens een meniscus.